Dat wat? Welk wat? Dat wat dat meneer Van Kooten gebruikt. Meneer Van Kooten zegt het probleem wat. Oh, dat! Ja, dat ja. Dat wat. Ja, ja. Dat lees je steeds vaker en dat hoor je ook steeds vaker. Wat? Meneer... Wat in plaats van dat? Ja, hoe komt dat, denkt u? Wat? Nou, dat. Dat wat? Ja, dat. Dat wat, ja. Dat komt doordat wij in het taalgebruik heel slordig omspringen met dat en wat. Aha. Daar geeft het niet echte problemen, die verwisseling. Maar als wij in de schrijftaal dat in plaats van dat gaan gebruiken en andersom, dan geeft dat wel degelijk misverstanden. U kunt het beste als regel aanhouden dat als betrekkelijk voornaamwoord terugslaat op iets bepaalds, terwijl dat wat we vaak als dat gebruiken, terugverwijst naar iets onbepaalds. Dus het boek dat ik je leende, maar alles wat ik je gaf. De kinderen keken naar een tv-programma dat wij goed vonden. Ja, dus meneer Kipping, niet de kinderen keken naar een tv-programma wat wij goed vonden. Ja, dat kan wel, maar dat betekent iets anders. Anders dan wat? Anders dan dat. Kijk, ja. De kinderen keken naar een tv-programma dat wij goed vonden, betekent dat wij het programma ook goed vonden. Ah. Maar als je zegt, de kinderen keken naar een tv-programma wat wij goed vonden...